Die is eraf, right? Voor mij is die eraf. Kom op, kom op. Oh, de combo's, de combo's. Jemig. What? Holy shit. Oh, yo. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Ranked Skywars. We gaan vandaag weer lekker spelen. Heb jij er zin in? Klik alvast natuurlijk even op dat duimpje omhoog. En als je nieuw bent, abonneer. Welkom. Ik zag in de reacties dat mensen zeiden, Duffy, dat je wil quick builden wat er kan, maar is inderdaad goed. Maar dat zou ik dan vooral laten bij het gewone Skywars. Terwijl hij nu overigens daar snel toe is gegaan. Want in Ranked Skywars heb je natuurlijk alleen maar een grotere kans dat je daadwerkelijk je punten gaat verliezen. Als je natuurlijk dat soort dingen gaat doen. En dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dus dankjewel natuurlijk voor het kinda is waarschuwen slash tips geven daarover van wat ik beter wel of niet zou kunnen doen natuurlijk. En voor de rest, ja mensen, we gaan natuurlijk even kijken of we vandaag misschien wel een game kunnen winnen. Dat zou natuurlijk erg fijn zijn. Hij heeft 12 HP. Ja, ik weet niet zo goed wat ik tegen hem wil gaan doen nu. Want hij staat nu daar en hij heeft net iemand natuurlijk eraf gegooid. Dus hij heeft... Ja, ik weet niet wat hij dan precies allemaal heeft voor iets, maar je kon vroeger ook daartussendoor schieten, right? Oké, dus tegenwoordig niet meer. Denk je tenminste. Maar goed, wij moeten even kijken wat allemaal deze vent wil gaan doen. In ieder geval, Ranked Skywars, heb je er zin in? Klik even de duimpje omhoog natuurlijk aan. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. Als je abonneert en liked, kom je in beeld. Nu hoor ik je zeggen, Duffy, maar ik ben helemaal niet in beeld. Dat komt dat ik nog niet heb geliked. En ook nog niet bent geabonneerd. En anders heb je beide gewoon nog niet gedaan. Ik ben bang als ik hem op het midden laat komen dat ik doodga, to be fair. Maar ja, ik heb aan de andere kant zoiets van, als ik hem niet gewoon zijn ding laat doen, dan komt hij ook niet, right? Ik bedoel, het kan zo ontiegelijk lang duren dit soort dingen voordat hij eens een keer naar het midden komt. Dus ik heb zoiets van, grap, ik ga hier wel staan, kom naar het midden toe. Dan kunnen we op zijn minst iets proberen. Of in ieder geval jij mij killen, denk ik dan tenminste. Maar goed, we zullen het wel even gaan zien. Hoe en wat allemaal natuurlijk. Oké, there we go. Kom op, 1 hit, there we go. 2 hit, 3 hit, 4 hit. En hij heeft mij een dubbel hit. Kom op, 6 HP, waar is die hier? En there we go. Nice. Oké dan. De game is gewonnen. GG. 1 kill. Maar hey, een kill is een kill. Een win is een win. En wij gaan daarmee flink wat ratings omhoog. Op dit moment 446. En onze Gold Division is op dit moment 288 punten away from... Ik wil zeggen from ons. Voor ons. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. Wauw. Volgens mij, mensen, gisteren toen wij stopten, hadden wij rank 2600. Iets in die trend. Inmiddels dus alweer rankje 3000. Zo rap kan het dus gaan met het hele Ranked Skywars. Met even niet te spelen en allemaal van dat soort dingen. Maar goed, een win. Daar ben ik blij mee. Dat is fijn. Dat is Gucci. Dat is nice. Dit gaat meteen fucked up. Maar goed, aan de andere kant, wat we natuurlijk net ook zagen, was dat... je hoeft dus blijkbaar niet per definitie als eerst op midden te zijn. Het is natuurlijk wel handig, maar... Hè? Nou ja, goed. Je moet er gewoon eerst op midden zijn, klaar. Bullshit. Oké, we zien hier deze mensen. Zijn ze met elkaar in gevecht of iets? Nee, hij heeft net een kist geopend. Doe ik dat hier ook nog even. We hebben een Fire Resistance Sword. Of Fire Resistance. Nee, een Fire Sword gekregen. En hij zit nu hier helemaal bij hun. Hoi. Kom op. Oké, dat is een lekkere hit. Dat is nog een lekkere hit. Wil je eraf gaan? Nee, oké, je wordt er niet af. Ga dan dood. Ga dan dood. Ga dan dood. Heb ik hem, hij mij? Of leeft hij nog? Ah, hij leeft nog. Echt letterlijk met 1 HP. God dang it, als ik, denk ik, dat moet je nagaan, als ik hem in fire had gezet, dan had ik hem gehad met letterlijk een fire tick, denk ik, waren we allebei tegelijk dood. God dang it. God dang it. Met dat gear. Oh man. Verloor ik eigenlijk punten hiervan? Ik heb er niet eens op gelet. Ja, min 4. Oh. Dus we krijgen plus 50, maar we hebben nog steeds wel min 4. Dat is best wel... Fucked up, of course. 10 keer verliezen is pas min 40. Dus ze hebben nog steeds 10 punten plus vandaag. Alleen, hè. Minpunt is natuurlijk altijd fucked up. Min is gewoon altijd naar. Oké dan. En there we go. Kunnen we dit in één keer halen? Ja, dit kunnen we in één keer halen. Dit ook? Ja, dit kunnen we ook in één keer halen. Voor de mensen die afvragen, Duff, hoezo is dat een vraagachtig iets geval? Ik ken deze map voor de rest ook nog niet. Ik ken deze map niet qua doen en laten. Dus ik moet een beetje opletten hoe het allemaal werkt. En ik heb gezien dat ik dadelijk... verkeerd spring of iets in die trend, weet je wel. Dus ik wil wel even een beetje opletten daarmee. We zien die mensen in conclave, dus wij willen mengen. Kom op. Iemand? Ja, hem hitten? Nee, jou, ja, kom, kom, kom. Are you kidding me? Kom hier. Kom hier. Oh my god, are you kidding me? Goos, kom hier. Kom freaking hier. Kom freaking hier. Waar is hij? Oh, hier. Nee, wat waar? Oh, hier. Oh.
Wat een slechte ding dit. Man, man, man. Wat slecht hoe ik dit hier heb gespeeld, zeg. Och, och, och. Oh, hier kan je echt zo'n kermismuziekje onderzetten of zo'n circusmuziekje. Zo van, weet je, van die twee van die clowns achter elkaar aanrennen. Man, 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 wat was dit slecht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oké, okay, go, 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 go. Ik had gelukkig mijn gouden appel gegeten. Laat ik een mooie combo daar. Kom op. En there we go. Nice. Woe. GG. Bam, twee wins vandaag. Oh, heerlijk. 97 punten natuurlijk nu in dit geval totaal omhoog. Gezien wij natuurlijk 4 punten verloren. 96 punten totaal omhoog. Maar wel weer goed geklommen. En zie je maar weer met twee wins zijn we weer bijna op hetzelfde niveau waar we gisteren waren. Maar goed, het moet natuurlijk wel even gebeuren die twee wins pakken. Het is niet dat het zo is gedaan wat dat betreft. Maar hey, lekker. Gold Division op dit moment 242 punten ahead. 5 wins klinkt niet veel. Maar goed, is natuurlijk wel hè, dat je denkt van nou... nice, oké dan. Oké dan. Trouwens zitten we bij stop. Zaten we net ook niet bij stop in de game? Of zag ik die hier gewoon in de lobby? I'm not sure. I'm not sure. Ik moet dus wel zeggen dat wel een stuk minder mensen Ranked Skywars spelen. Maar goed, het is op zich ook logisch natuurlijk. Na seizoen 31 mag dat inmiddels denk ik ook wel. Dus eigenlijk dat toen ik die kist had geplaatst van yo, ik begin vast meteen te skippen met de blocks wat ook allemaal. Maar goed, aan de andere kant mensen, weet je wat wij gaan doen deze game? Misschien heb je wel zoiets van Duffy, really? Ja. Wij gaan even kijken hoe deze mensen met elkaar gaan vechten. Ik ben gewoon even benieuwd hoe dit gaat. Ik bedoel, kan u dingen van leren hoe deze mensen vechten en weet ik het allemaal? Hij gooide 5 eieren letterlijk in een seconde. Hoe snel ram jij op je rechter muisknop? Oh. Oh my god. Zo, er waren er 3. Oké. Dit is een vrij eco-game hoe het vaak bij mij gaat. Dat we allemaal eigenlijk rondrennen. Je hebt 1 iemand in het midden. Voor de rest, that's it. Hij krijgt een pijl. Hij denkt, oké, okay, sure. En voor de rest, hij gaat hem hier naartoe pushen. Er zit iemand in. Oké, hij gooit. Hij valt gewoon aan. Hij draait rondjes. Maar die I Wanted YouTube, die... Oeh, die komt even terug met een flinke damage. Hij kan zich daar nu in gaan mengen. Daar in een kill oprapen. Door stop te pakken. Maar stop, die weet te ontsnappen. En die gaat... op dit eiland rustig even healen. Oké, top. Deze keer wordt totaal genegit, de mudkip. Deze gaan we met elkaar vechten. En uiteindelijk verliest hij van stop. Interesting. Right? Interesting. En van deze wint hij sowieso en deze staat stil. Wauw. All I can say, wauw. We moeten gewoon zorgen dat we niet bij stop in de game zitten. Zodra we gewoon stop in de game zien, gewoon skippen, want dan verliezen we. Damn. Ik dacht echt oprecht dat hij dood zou gaan. Hij weet weg te rennen, hij weet terug te komen en hij weet te vechten. En bam. Wauw. Pretty sick, pretty sick. Ik heb natuurlijk wel mijn 2 wins al binnen vandaag. Hè? Dus ik kan gewoon vandaag rustig aan doen, kappa. Nee, oh, grapje mensen. Grapje. Jullie kunnen allemaal een L krijgen, kappa. Grapje mensen, jeetje, rustig. Zolang jullie dan maar even gewoon allemaal de duimpje omhoog gaan klikken. En ook even gewoon even gaan abonneren. Dat komt allemaal goed. We hebben weer gearwise zeer, zeer, zeer matig. Iemand van de enemy is al op het midden. Oh, dus wij moeten nu ook gewoon snel op midden gaan. There we go. Ik weet overigens niet, had ik al verteld mensen over het fast build dat iemand zei, Duffy, doe het niet in Ranked Skywars. Want dan kan je ja, nogal vrij makkelijk doodflikkeren wat ook allemaal. Want dat is zonde, want dan verlies je punten. I mean, zit een kern van waarheid in, right? Hallo, ja, ja. Kom op. Kom op. Kom op. Zeg maar met hem, toe maar. Oh, oh, oh. Oh. Die is eraf, right? Voor mij is die eraf. Kom op, kom op. Oh, de combo's, de combo's. Jemig. What? Holy shit. Oh, yo. Het moment dat Duffy er zelf versteld van staat. Dat hij zulke combo's heeft uitgedeeld. Wauw. Wauw. Holy shit. Damn. Deze combo die ik zelf net op hem uitdeelde, dat krijg ik normaal altijd eigenlijk 24-7 op mij volgens mij. Maar het stond een keer aan mijn kant de zaakjes geluk. Wauw. Damn. Holy shit. Oh. Ik denk dat ik het ook wel goed heb gedaan door de combinatie met het Fire Respect Sword. Dat we daarmee gewoon lekkere tics natuurlijk kunnen doen. Of laat ik zo zeggen irritante tics. Waardoor je heel de hele tijd zo'n hitje krijgt van tik, tik, tik. Dat is ook de logica. We're screwed over here. Ja, yep, die vent is fucking goed volgens mij. We rennen gewoon snel deze kant op. Er leeft nog wel iemand anders ook, dus misschien kan die wat doen.
Niks, niks, niks voor de rest. Oké, okay, top. Dan drinken we deze toch nog maar eventjes. Komt hij eraan aan mij? Yep. Oké, okay, opletten! Oké, okay, gooi de sneeuw op mij. Go, 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 go. Top, hit hem goed, hit hem beter. Nee. Nee. Gewoon die ene hit dat je gewoon... Je voelt zeg maar alsof je op een springplank staat en gewoon... Poef, en dan ben je dood en dan is het fucked up. Mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan even lekker dat duimpje omhoog klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen bij een nieuwe video.